Maandag aanstaande is het 5 december en dan is het Kinderdag. Nou, in dat kader organiseert de Stichting Highway uh, voor Welvaart en Welzijn een speciale kinderdag op zondag 4 december. En dat doen ze bij Ramcharan Playground. Ik praat daarover met Jaswan Gayadin. Hij is de secretaris van deze stichting. En jullie bereiden jullie dus voor op een speciale activiteit voor de kinderen. Ja, dat klopt, uh, Gail. Het wordt een hele grote activiteit die we gaan doen op zondag 4 december. Het wordt voor de negende keer georganiseerd in ons 11-jarige bestaan. Twee jaar hebben we het niet gedaan omdat het COVID was. Ja. Dus na COVID, nu dan kunnen we, dan verwachten we dat er heel veel gaat gebeuren. Wat gaat er allemaal gebeuren daar? Ja, dus het wordt, we hebben een standaardprogramma uh, dat we elk jaar doen. Uh, het begint uh, om twee uur. En dan uh, mogen de kinderen naar binnen komen. Dus alles is gratis voor kinderen tot 12 jaar. Maar ook kinderen daarboven mogen ook komen. En dan komen ze naar binnen. Ze ontvangen een bon uh, bij de poort. En daarna kom je naar binnen en dan mag je genieten van allerlei soorten attracties. Okay, wat zijn de attracties die er allemaal zullen zijn? We, hebben, we beginnen iets bij de ingang. Daar heb je dan een uh, treintje rijden. Uh, daarnaast heb je dan ook paardrijden. Als je iets naar binnen loopt, heb je een aantal Ruudse springkussens. Ik denk zes of zeven. En uh, de clown is er. Je hebt bijna tien soorten mascottes. Uh, je hebt een kleurhoek, je hebt schminken. De Sinterklaas komt eraan. En nog heel wat activiteiten. Dus er is genoeg te doen voor de kinderen op zondag bij Ramsar aan Waar is dat trouwens? Dat, uh, dat ligt uh, aan de highway, uh, de Dageradweg. Op de hoek van de Rasmisingweg. Het is een bekend terrein. Uh, grote zaal overdekt. Dus uh, niemand hoeft bang te zijn voor regen of zon. Oké, okay, dus er is aan alles gedaan? Ja. Uh, er is ook voeding voor de kinderen. Drank is er in voldoende mate. Alle kinderen krijgen een uh, happy bag met... Uh, ...fris drank, sap, snoep, kook, chips, magnet... En ...een heleboel dingen. En het is allemaal gratis? Uh, allemaal. Je hoeft niet te registreren, je hoeft niets te betalen. Iedereen komt aan ze trekken. Ook de kinderen boven 12 jaar krijgen... Uh, groot deel dingen is ook gratis. En de ouders ook. Okay. Maar hoe hebben jullie dat allemaal bekostigd? Het gaat, alles, alles gaat met sponsoren. Ja. Het is een heel groot project met enkele honderd, honderden duizend SAD's, maar alles is uh, door sponsors bekostigd. Okay. En we kunnen denk ik dit jaar zeker 1500 kinderen accommoderen. Zou je, zou je oproep willen doen aan de ouders? Uh, is het trouwens voor een speciale doelgroep of is het gewoon voor iedereen bestemd? Het is voor iedereen bestemd. Uh, en iedereen is welkom. Het is niet uh, voor een speciale buurt of wijk. Het is gewoon voor het is een open activiteit voor alle kinderen. Yeah. Ja, en ik, ik roep de ouders op om uh, hun kinderen mee te nemen. En om uh, twee uur al daar te zijn. Yeah. Want uh, de bonnen worden om twee uur verdeeld. Als het op is, is het op. Tot hoe laat gaan jullie verder? We gaan tot zes uur, dit zeker half zeven, nog doorgaan daar. Ook de mensen die geen bonnen ontvangen kunnen ook naar binnen komen. Uh, de locatie is groot en er is heel wat uh, die je gratis kan halen: popcorn, schaafijs. Uh, die kan je gewoon door de dag heen gewoon gratis pakken. Is er tot slot nog iets dat je toe wil voegen? Ik wil uh, langs deze weg de kinderen, vooral uh, in deze moeilijke periode, oproepen. Om zich toch aan te melden en een leuke dag van te maken. En uh, ik wens alvast een fijne kinderdag toe. Dank je wel. Oké. Okay, en zo hebben we gesproken met de heer Jaswan Gayadin. Hij is de secretaris van de Stichting uh, Highway voor Welvaart en Welzijn. En zij organiseren een groot kinderdagevenement op zondag 4 uh, december. En dat gebeurt dus bij Ramsharan Playground op de hoek van de Dageraadweg. Dus je kan het niet missen. Het is allemaal gratis. Dus de mensen worden opgeroepen, als u nergens heeft om te gaan, Toch of u wist niet wat u met de kinderen moest doen voor kinderdag, nou, dit is de gelegenheid. Het staat open voor u, ieder. Brengt u de kinderen naartoe om optimaal te genieten, zodat ze ook het gevoel hebben dat deze dag speciaal voor hun bestemd is. Dit was Geel Eijk, Sunweb TV.